Ja, AT5 mag weer eens bij de training van Ajax zijn. En de sfeer was ontspannen met hier en daar wat nieuwe gezichten. Goedemorgen. Een relaxe start van de dag dus. Behalve voor Rens, die samen met Taylor de bidons moest dragen. Hé hey, Jur, waarom ken je het even? Ik ken. Ah, fucka. Bro. Laat je gewoon weer naar je lot over. Bro, ik moet terug. En als alle bidons op het veld staan, dan kan de training echt beginnen. Het is voor Ajax de ene laatste training in de voorbereiding voor de eerste Champions League wedstrijd tegen Rangers. Nou, om te beginnen kijken we er ontzettend naar uit. Het is natuurlijk, we hebben eigenlijk als je het zo bekijkt, een lange voorbereiding naar de Champions League gehad. En je ziet ook het team steeds dichter naar elkaar toe groeien. Je ziet veel meer vastigheden ontstaan, ook op de trainingen. Dus ja, uiteindelijk zal in de wedstrijd moeten blijken hoe we er echt voor staan. Maar ik vind dat het er goed uitziet. Ajax thuis wil altijd het initiatief hebben. Ook Rangers weet dat van ons. Daar hoeven we ook niet geheimzinnig over te doen. Maar wij zullen op ons best moeten zijn om Rangers te verslaan. En daar gaan we voor. Schreuder gaat dus voor een overwinning morgen. Wat kan helpen is dat Ajax een spion heeft, namelijk Kelvin Bessie. Die speelde vorig seizoen nog voor Rangers. Eigenlijk had hij niet een heel ander beeld dan wat wij al hadden. Het was meer een bevestiging van hetgeen wat we gezien hebben. En hij geeft ook aan over Giovanni. Natuurlijk kijkt ook goed naar de aankomende tegenstander, hoe hij dat moet doen. En dus ja, we hebben ook wel een gevoel dat we morgen niet voor grote verrassingen kunnen komen te staan. Of we moeten het zelf slecht doen. Het duel tussen Ajax en Rangers begint morgenavond om 18:45 en wordt gespeeld in een uitverkochte Johan Cruijff Arena. Ja, we kunnen onze borst nat maken en we moeten op ons best zijn om te winnen morgen. Dankjewel.